doe jij je nou mee aan deze race? Ja, ik doe deze race mee. Welke ben jij? Dat is nummer 54. Ah, dit zijn best wel oude beelden toch? Ja, ja die zijn van 73, dat ik goed zie. Oké. Okay. Ja, tegenwoordig moet je er hartstikke dik voor betalen om een kever die je bezit te hebben. Maar de echte liefhebber, die racht hem gewoon af toch, Tom? Ja, die rijdt hem helemaal af. Maar hij is toch doodzonde? Ja, ja, maar als je afrijdt als hij op is, op een gegeven moment, dan kun je, soms kun je er meerdere wedstrijden mee doen. Oh, en, ook, en ook meerdere jaren mee doen. Ja. Waar de ouders dan wel de twee, drie jaar mee rijden. Maar dan denk ik, je kan in iedere auto crossen. Waarom nou juist in de kever? Wat is daar zo bijzonder aan? Nou, dat was toen eigenlijk niet zoveel anders. Je had een, een standaardklasse auto had je gewoon, waar je mee mocht rijden. Ja. Of de keverklasse. Nou, en dat was eigenlijk voor mij het, het mooiste wat er was. De keverklasse. En die auto, dat, dat heeft iets waar je, waar je in rijdt. Waar je zegt, nou, dat, 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 ja, dat is iets heel bijzonders. Iedereen die komt. Op een evenement van de Autocruiser, die, 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 die keverklaas, die heeft toch heeft de lefst, waar ze zeggen van, ja, dat is mooi. En dat is, uh, ja, dat vinden de meeste mensen toch geweldig om daar naar te kijken. Hoeveel Want, heb je er gehad? Ik denk dat ik in totaal vijf versleten heb. Zo. Ik heb er eentje versleten in één wedstrijd, dus dat, was, dat ging heel snel. Hoe kwam dat? Ja, dat kwam wel een beetje kwam ongeluk uit. Er kwam toevallig een tractor de baan oprijden, terwijl de wedstrijd nog niet afgelopen was. En die heb je geramd? En die heb ik iets geraakt. Het was de auto eigenlijk een beetje zo krom dat niet meer kon gebruiken. En heb je dan ook ooit gewonnen? Ja, ook wel. Verschillende wedstrijden heb ik wel gewonnen. En in de Nederlands ben ik uh, mijn beste prestatie keer op de vierde plek geweest. Dus. Oh. Nou, dus dat was niet verkeerd. Oké. Okay. Maar we hadden het al even over die kevers. Die zijn veel duurder geworden nu. Ja. Betekent dat dat die hele keverkros met uitsterven bedreigd wordt? Nee, maar alles is nog goed. Je kunt alles nog bestellen, alles kun je nog krijgen. Je kunt de bodemplaat, alles kun je nog nieuw kopen. Maar hebben mensen het er nog voor over? Ja, tuurlijk. Er zijn nog. Uh... Nou, hoeveel mensen hebben? Er zijn nog in heel Nederland ongeveer 30, 40 auto's die nog allemaal in de keverklas rijden. Ja. En wanneer kunnen we naar de eerstvolgende keverklas gaan kijken? In april. Kijk, dat is mooi. Ja.